Beste luisteraars, hier zijn we dan. Verder, we gaan dus nu overschakelen. Dat zei ik al net, dat wij zo meteen zouden overschakelen naar Paramaribo. Het is de hoogste tijd om nu over te schakelen naar Paramaribo. En daar ontmoeten we Ludwig van Milieu. Ludwig, een goedenavond, goedenacht. Goedenavond, Iwan en alle luisteraars van Radio Tamara. Oddi, oddi, vanuit het warme Suriname. Ik ben u graag weer van dienst met een commentaar op de politieke actualiteit. En ik groet in het bijzonder onze internationale luisteraars, die we zeer waarderen. En ik moet u zeggen, de wereld is in beweging. En ons geliefd Suriname ook. Ik ga dus direct van start, want ik heb nu een krap uurtje. Dus dat heb ik echt goed nodig. Omdat er een aantal dingen te behandelen zijn die ik telkens vooruit schuif. Vanwege de situatie hier in het land ook onder andere. Onze president, die is constant op reis. Dus ik ga u eerlijk zeggen, ik hou het niet meer bij of hij er is of niet is. Maar zijn laatste reis was naar Colombia. En hij moet al terug zijn, dacht ik. Want hier thuis in Suriname wachten een heleboel vraagstukken op hem. En ik moet u zeggen, het is een Jan Boel in Suriname. Politiek begrijpt niemand er een jota van. En weet u wat mijn analyse is? Laat me gelijk daarmee starten. Voordat ik officieel overga naar de volgorde van de nieuwsfeiten. Ik ga het hebben over het verschijnsel dat ik ben er echt op aan het studeren, moet ik u zeggen. Ik breek mijn hoofd de hele dag op over het vraagstuk. Ik zie in de Surinaamse media is er heel veel beweging. En de mensen zijn niet goed opgeleid. Ik blijf hier op het hameren blijkt die Surinamers te hebben. Die Surinamers hebben iets heel verkeerds opgevat van de laatste jaren politiek in Suriname. Omdat Jan Rap en zijn maat zich begeeft in de politieke arena, denkt iedereen dat die, dus ja, dat democratie betekent chaos in de politiek. Maar dat is gewoon een anarchisme. De politiek is een wetenschap. Je moet van wanten weten. En die politieke wetenschap bestaat uit, ik noem een aantal componenten, historie. Je moet die historie van het land kennen en van de politieke geschiedenis van het land. Je moet goed opgeleid zijn, want je moet begrijpen wat er in de wereld te koop is. Dus zo kan ik een aantal dingen zo uit de losse mouw voor u noemen. Die politici moeten kennen, op zijn minst moet je ervan hebben gehoord. Want je moet daarover beslissingen nemen voor het beleid van jouw land. Dus we gaan een tijd tegemoet in Suriname. En dan praat ik alleen over de kleine schaal, waarop niet iedereen zomaar dingen kan roepen. Want je mist het gezag. Een heleboel mensen hebben totaal niks opgebouwd. Dat bijvoorbeeld, kijkt u, als u uw hele leven lang knippers hebt geplant, dan op zijn minst kan men dan u in Suriname zien als een kenner van de knippers. Dan heeft u op het gebied van knipperplanten en kopen en verkopen en de knippermarkt, heeft u wat in de melk te brokkelen. Dan mag u uw mening uiten, ja, want daar kunnen we van leren. Maar als iedereen zich zomaar waant deskundig te zijn over een gebied en begint maar te kakelen. Ik moet u zeggen, professor Walter Donner, een vriend van mij, die is overleden inmiddels, die heeft het er telkens op gewezen. Dat hij noemde het raaskallen. Hij ergerde zich aan de raaskallende Surinamer. Die maar dingen zegt en in het wild roept en met een aplomp alsof hij de professor is die de bedweter die iedereen kan corrigeren. En zo is men bezig, vooral op de sociale media, is iedereen professor. En ik moet u zeggen, je wordt er dus niet meer wijs uit. Dat is aan de ene kant, ga ik u eerlijk zeggen, is het, je kan het zien als een positieve ontwikkeling. Namelijk, men wordt mondig, men durft iets te zeggen, men durft iets te uiten. Maar we zijn er nog lang niet. Want het zijn niet de juiste mensen die aan het woord komen. Het zijn de ja,
las in de literatuur ergens een uitdrukking. Ik zal dat ook nu bezigen. Ze noemen het de stem van de luidruchtigste. De macht van de luidruchtigste. Dat geldt nu in Suriname. Zomaar in Takmoratra, in Bari, in Naktap en Borsoen. Zoals apen dat doen. U weet, men als men een aap wil nadoen, dan slaat men op zijn borst met zijn twee vuisten. En dat is dus de teneur in de Surinamse publieke opinie. Het publieke domein wordt opgevuld door diegenen die het meest durven. En die ook anderen durven te beledigen. En die denken dat dat gelijk staat aan het hebben van ontzag. En zo is in de tijd van Boutersen, toen president Boutersen aan de macht was, dacht men dat charisma is wanneer je poepie-opie bent en een beetje je gaat aanstellen op een podium en graag jou ziet als entertainer, dan zegt men, ja, je hebt charisma. Dus men gebruikt termen zonder dat men erbij nadenkt en iedereen praat elkaar na. Goed, dat zijn gewoon een aantal constateringen van me, voordat ik dus nu, wat ik ga doen nu, overga tot de orde van de dag. Het is vandaag de overgang van zondag 3 november naar maandag 4 november in het jaar 2024. Ja, we naderen zo stukjes aan het einde van het jaar. We bevinden ons in week 45. En die week 45 is dus begonnen op deze maandag 4 november. We zijn bij het krieken van de dag. Moes Dee, zeggen we in Suriname. Oedina Moes Dee. En ja, we gaan dus richting 1 januari van het jaar 2025. En deze week, week nummer 45, duurt tot 10 november van dit jaar, 2024. En deze editie is nummer 74 die ik maak voor Radio Tamara. Dus ja, we gaan ook vooruit met onze telling. Ik moet u zeggen, ik had het laatst over dat ik hoop dat ik die 100 ga bereiken dit jaar. Maar ja, 74 is nog behoorlijk ver van 100, kijk ik telkens. Maar we hebben nog 2 maanden te gaan. En ik maak per week 2 uitzendingen, dus we gaan lekker inhalen. En ik ga misschien een paar thema-uitzendingen tussen lassen. Dus ik wil die 100 halen, dat is mijn target voor dit jaar. Ik heb bezoek gehad hier in Suriname, terwijl ik hier vertoef, van Ilse Diana uit Amsterdam, die bij een lokale omroep zit van Amsterdam. En die heeft ook kunnen constateren in Suriname, daar hebben we het over gehad, de teloorgang van de Afrikaanse Surinamer. Het is triest gesteld met de Afrikaanse Surinamer. En daarom staat die vandaag ook centraal in mijn programma. En ik groet Ilse vanuit deze plek ook. En ik hoop dat ze goed verslag doet in Amsterdam van wat ze hier heeft meegemaakt. Van de situatie waarin wij verkeren onder het juk van een kleine racistische Hindoestaanse kern van de VHP. Die nu de politieke macht in handen heeft in Suriname. En dat met medewerken, medeweten en begeleiding van Nederland. Dat is eigenlijk het grootste probleem wat ik heb en wat wij Surinamers moeten gaan uiten richting Nederland. Want die mogelijkheid hebben we binnen de Nederlandse democratie. Dat Nederland niet kan doen vandaag de dag alsof men, alsof de Nederlandse neus bloedt. Ja, het is niet zo. Men weet van de hoed en de rand, want Suriname is een creatie van Nederland. Maar dat moeten we niet vergeten. Nederland heeft dit land samengesteld in de historie. Haar stempel, haar koloniale stempel gedrukt op dit land. En daar zitten we nu mee vandaag de dag. En we doen niks verkeerd door onze bevolking dat goed in te prenten. Dat men dat niet moet vergeten. Dat alles wat we meemaken vandaag in Suriname komt uit de koker van de Nederlandse koloniale heerschappij in Suriname. Over een aantal eeuwen heeft men dat neergepoot in Suriname. Men noemde Suriname ook vroeger de volksplanting. Je kan letterlijk zien dat er het volk geplant is hier.
En zoals u weet, de Surinamers hebben mooie woorden hoor in het San Antonio. Een plant als hij groeit, als een nieuwe plant groeit, dan kan hij kroa worden. Dus die boom bestaat bijvoorbeeld bij een vruchtboom, je plant een vruchtboom. Die boom die groeit netjes en die draagt ook vruchten, maar al die vruchten zijn kroa. Ja, dus ze zijn niet wat ze zijn moeten. En Suriname is een kroa land aan het worden. We zijn een kroa staat, een kroa plantje. En dat woord kroa is in Nederland wel in de politiek eens een keer weergegeven door de VVD. Eerst door Bolkestein. Die noemde Suriname een roversnest. Nou, de man spiet zijn boot toe. Zegt de Suriname, ze hebben hem van alle kanten aangevallen. En toen kwam ook uit zijn partij een andere man, Stef Blok. Die sprak van een failed state. Suriname is een failed state. Een mislukte staat, hè. Ze doen alsof ze een staat zijn hier in Suriname. Men speelt regeringje. We hebben in het Sarantongo ook een hele mooie uitdrukking hiervoor. We noemen het wanneer, toen je klein was, dan speelde je popchipato. Popchipato betekent, je gaat dus je moedershuishouden nadoen. En je gaat ook koken in een klein boterblikje. Ga je wat erg een vuurtje stoken. En dan kook je een beetje rijst. En dan zit je dus in feite de kok te spelen die je moeder is in jouw leven. En je zit je huishouden van je moeder en vader na te doen in het klein. In Nederland heb je onder de kinderen heel bekend het doktertje spelen. Op zolder elkaars lichaam gaan betasten in het donker. En dan leer je de genitaliën kennen. Zo leren kinderen de geslachtsdelen van elkaar kennen. En het verschil tussen een jongen en een meisje een beetje begrijpen. Doordat ze regelmatig buiten het gezichtsveld van de ouders doktertjes spelen met elkaar. Nou, in Suriname speelt men constant doktertje hoor, dat we u dat zeggen. De man heeft doenang akkoordere ouders. Ik moet u zeggen, ik maak dit programma om u op een heel eenvoudige, begrijpelijke manier over te brengen wat er aan de hand is. Want het lijkt op chaos, het is ook chaos. Maar het is aan de ene kant niet zo erg. En aan de andere kant is het heel triest. Als je analyseert waar het vandaan komt, dan komt er een heel triest verhaal komt tevoorschijn. Goed, ik ga dus als een sneltrein ga ik door de stof die ik had voorbereid. En waarover ik u graag met u zou willen praten. Het is nu nog 58 dagen te gaan voor het eind van het jaar. 58 dagen nog. Dan kunnen we het nieuwe jaar aanraken. En het is namelijk zo dat dus, we al van dit jaar een heel groot deel al hebben meegemaakt. Een jaar heeft 365 dagen. En we hebben er al 308. Achter de rug. Het is nu de 309e dag van het jaar 2024. En in internationaal gaat alle aandacht naar de Amerikaanse verkiezingen die plaatsvinden aanstaande dinsdag 5 november. Dan gaat het gebeuren. Dan gaat Amerika, de United States of America, die gaan naar de stembus en die gaan bepalen of hun president wordt Kamala Harris of Donald Trump. Ik ga u niet vervelen met de peilingen en de verkiezingsrace in de Verenigde Staten, want de nieuwsmedia staan er vol van. Ja, het is een nek-aan-nek race, zeg men. En dan krijg je allerlei cijfertjes. Die hangt vanaf hoe de pet staat. Dan is Kamala Harris, heeft dan een kleine voorsprong. En als die pet anders staat, dan is het Donald Trump die plotseling Kamala Harris inhaalt. En, maar kortom, het is een nek aan nek race, zeggen de opiniepeilers hoor. Nogmaals, en die worden gemanipuleerd. Dus dat wil ik u gewoon even zeggen, ik ben niet gek. Wij zijn ook niet getikt als auditorium, als publiek. Ja, we weten dat er met de berichtgeving behoorlijk wordt gemanipuleerd. En dus dat moet je in ogenschouw nemen. Maar dat in ogenschouw nemend, kun je zeggen, dus als je die berichten zo hoort uit Amerika, dat het werkelijk een nek-aan-nek race is. Dus dat beide kandidaten, de kandidaat van de Democraten, Kamala Harris, en de kandidaat van de
Republikeinen, Donald Trump, dat ze beide een kans maken te winnen. En dat komt niet door eigen inzet. Nee, ik moet u zeggen, wat dat betreft is Amerika een trendsetter van een proces dat op dit moment de hele wereld een beetje in een griep houdt. En vooral woekert in Europa. Europa heeft er het meeste last van, omdat daar op een kleinere oppervlakte heel wat landen zich bevinden. En in Amerika zie je dat ook de Amerikaanse politiek last heeft van wat men noemt het populisme. En dat is het bespelen van de onderbuik van de burger. Het gaat tegenwoordig niet meer om zinvolle dingen te zeggen, op de inhoud te spelen, te kijken naar wat men in het hoofd heeft, in het brein, om daarmee beoogde beleid te realiseren of om dat voor elkaar te krijgen. Dat is niet meer ter discussie. Het gaat om de beeldvorming. Alles is onder andere door de ontwikkeling van de media getrokken in de richting van de beeldvorming. Dus welk beeld kan je neerzetten voor jouw bevolking? En dan hangt het er natuurlijk van af hoe ontwikkeld die bevolking is. Heb je te maken met een laaggeletterde bevolking, dan is men met heel weinig informatie al van de wap. Is men in feite afgeleid. Ja, en in de wetenschap is het zo dat bijvoorbeeld de antropologen, die kennen het verschijnsel. Het voltrok zich in de 60er jaren. Men noemde het in de antropologie, noemde men het Margaret Mead verschijnsel van participerende observatie. Dan ging men bij stammen in verre gebieden, onbewoonde gebieden, ging men ontdekkingsreizen doen en omschrijven hoe die bevolkingsgroepen zich tot elkaar verhielden. En daar zijn heel veel boeken over geschreven. En dat noemt men participerende observatie. Men ging participeren aan die maatschappijen, die eenvoudige stammen in de wereld en eenvoudige dorpsgemeenschappen. En dan schreef men die dingen op en dan ging men de relaties die er tussen de mensen bestonden bestuderen, et cetera. Men oefent op deze manier geen wetenschap meer uit. Alles gaat nu via kwantificering. En dat is een hele ontwikkeling. Ik ga nu niet de wetenschappelijke ontwikkeling behandelen. Maar ik ben een beetje gebiologeerd door een boek dat ik al een tijdje aan het lezen ben. Ik moet zeggen, ik heb het meegenomen naar Suriname om in mijn vrije tijd een beetje te lezen. En ik was een beetje ziek geworden. En het had niks met mijn gesteldheid te maken of zo. Het had te maken met mijn medicatie. Ik was vergeten een aantal dagen een medicijn die ik selectief hoge bloeddruk om dat in te nemen. En dan ben ik gaan inhalen. Heb ik in één dag de achterstand proberen in te halen. Was ik even groggy. Maar ik ben nu weer hersteld. Maar het heeft ook te maken met de extra hitte. Er was een hittegolf, is er nog steeds overigens. En die combinatie van dat ik hier niet gewend was in de hitte te werken en dat ik even met mijn medicatie een fout heb gemaakt, was ik eventjes uitgeschakeld. En uitgeschakeld in die zin dat ik rust heb genomen voor mezelf. Eventjes heb teruggetrokken en een beetje vanuit de luwte heb gekeken naar de maatschappij. En vanuit de positieve uitwerking van zo'n, ik noem het een time-out. In het basketbal heb je het ook, hè. Dat je legaal eventjes eruit mag en dan na een tijdje weer erin mag. Dat is een time-out. Dus ik had even een time-out. En toen heb ik kunnen nadenken en ik ben de dikke levensbeschrijving van Lorenz, de vriend van Einstein, ben ik aan het lezen. En daarin heb ik gezien de bepaalde ontwikkelingen in de ontwikkeling van wetenschap. En men vergeet het vaak, we gaan naar school, maar die schoolsystemen zijn bedacht door mensen. Die hebben gedacht van hoe de school eruit moet zien, in welke levensfase je moet gaan leren 1 en 1 is 2. En in welke levensfase je met algebra en meetkunde bezig kan zijn, hè. Enzovoort, enzovoort. En welke vakken
belangrijk zijn die ertoe doen. En hoe je je onderwijs in elkaar moet steken. In elkaar moet zetten. Om jouw bevolking, de scholen, te ontwikkelen. Dat moet elk land voor zichzelf goed doen en consequent doen. En door deskundigen laten beheren. Maar in Suriname is er gewoon een potje van gemaakt. En daar ga ik apart ook aandacht aan besteden hoe het is gekomen. Dat we het onderwijs dat we nu hebben. Of je kan beter zeggen het onderwijs dat we niet hebben. Hoe dat is ontstaan dat we dat niet hebben. En ik dacht vroeger, ja, het is misschien zo gekomen door de ontwikkeling van de geschiedenis. Maar ik zie steeds meer de boze opzet van het Nederlandse kolonialisme, dat een keer benoemd moet worden. We moeten niet bang zijn om dat te zeggen. Want heel veel mensen die waarschuwen mij, Lutus, kijk uit, jongen. Tegen Taxani en zo. Weet je, want je liep in Holland en man kan doen wat staan en jou en zo. Dat is ook wel waar, hoor. Ik wuif het niet weg. Ik bagatelliseer dat niet. Maar ik vind, niets weerhoudt mij ervan om de waarheid te vertellen. En om u duidelijk te maken dat men met ons aan het zollen is. En je ziet het in de hele wereld. De zogenaamde derde wereldlanden, die pikken het niet meer om een gewillig slachtoffer te zijn van het Europese koloniale systeem. En van het Amerikaanse imperiale onderdrukkingsmechanisme waarmee Amerikanen de wereld naar hun hand willen zetten. In mijn tijd, in mijn jonge jaren, noemde men dat, vooral in Latijns-Amerika en Zuid-Amerika, noemde men die tendens om als grote mogendheid te willen bepalen wat er in die arme landen moet gebeuren, noemde men de rol van Amerika, de politieagent, dat Amerika politieagent van de wereld wil spelen, en ook zeker van Zuid-Amerika, welk werelddeel zij beschouwen als hun achtertuin. Maar we zijn niemand achtertuin. Europa is niet de achtertuin van de Verenigde Staten. Ja, en Rusland is niet de achtertuin van Europa. Dat moeten we toch wel gaan beseffen. Ja, en ons niet meer laten ringeloren als een kudde schapen. Of zoals men nu doet met die oorlogen in de Oekraïne en in het Midden-Oosten. Dat men denkt dat men zomaar die mensen wat gaat voorkouwen. Dan is Zelensky is een bevrijdingsstrijd aan het voeren. Terwijl men niet vertelt over de corruptie in de Oekraïne. En hoe het is gekomen dat Oekraïne in deze oorlog is beland. Die informatie wordt heel, heel gechargeerd verteld aan het publiek, aan het brede publiek. En naarmate die oorlogen vorderen natuurlijk, begint men die ware feiten te zien. Die komen naar boven water drijven. En het geldt ook voor Israël, de positie van Israël, ten opzichte van de Palestijnen. En nogmaals, in Suriname moeten we rekening houden ermee dat wij, vanwege de samenstelling van onze bevolking, met al die landen verbonden zijn langs de weg van bloedverwantschap. We zijn nazaten van Nederlanders. Ik heb u in vorige uitzendingen gewezen erop dat wij ook, naast dat wij nazaten zijn van Nederlanders, ook nazaten zijn van de onderdrukte Afrikanen in Suriname. Dus daar zijn we ook nazaten van. En we zijn ook de nazaten van Nederlandse tuchthuisboeven. Die hebben zich in Suriname ook voorgeplant, hoor. Dus ik zei u, ik heb in mijn jonge jaren heb ik eigenlijk een soort levenspolemiek gehad met Hein Eersel over dit vraagstuk. Want Eersel is zich na zijn pensionering, is hij helaas overleden, maar na zijn pensionering is hij zich gaan bezighouden met de genealogie. Dat is dus die erfelijkheidskwesties en hoe familiegeschiedenissen zich ontwikkeld hebben, et cetera. En toen maakte Eersel die cynische uitdrukking, opmerking, dat vele Surinamers die wensen dat ze afstammeling zijn van Bonnie, Baron en Jolie Coeur. Vrijheidstijden in Suriname, maar je zegt, helaas gaat het blijken dat het gros van de Surinamers afstamt van Nederlandse tuchthuisboeven en Afrikaanse grappenmakers en verraders die de vrijheidstrijders, de Marons, hebben verraden. Die hebben ook nazaten en die zitten allemaal tussen die Surinamers te schuilen.
En we noemen ze allemaal Maron tegenwoordig. En daarom is die naam Maron. Die zal zeker aan een grondig onderzoek moeten worden onderworpen. Zodat we op een richtige, op een duidelijke, eerlijke manier gaan kijken naar onze bevolkingssamenstelling. En niet die Nederlanders gewoon napraten. Die weliswaar Suriname hebben gemaakt. En het idee hebben geopperd voor zichzelf. Om deze bevolking van Suriname uit alle hoeken van de wereld bij elkaar te sprokkelen. En ze op één kluit tegen elkaar uit te spelen. En daar zitten wij nu mee met de gebakken peren. Om daar een eenheid van te smeden. Dus het is geen sinecure. Het is niet makkelijk. Het is een moeilijke opgave dus. Om die wirwar die boos is gecreëerd door het Nederlands kolonialisme. Om daar een eenheidsworst van te maken. En daarvoor ben ik hier. Ik was aan het vertellen over dat boek dat ik aan het lezen ben. Ik heb hem al eerder gelezen, maar het is zo interessant. Het geeft namelijk aan de ontwikkeling van het Nederlands onderwijs. Dus hoe het onderwijs in Nederland zich heeft ontwikkeld. En wat de gedachte er is achter is geweest van Einstein. En Lorenz, we moeten niet vergeten dat Nederland veel te maken heeft gehad met Einstein en Lorenz. Dat waren de prominente wetenschappers in die tijd. En dus bijvoorbeeld Lorenz, die in Arnhem heeft gewoond. Ik woon zelf in de buurt van Arnhem, Nijmegen. Dus ik vond het interessant om dat te lezen. En er zijn ook in Arnhem scholen en onderwijsinstituten naar Lorenz genoemd. Dat was de beste vriend van Einstein. En hij werkte allerlei moeilijke wiskundige opgaven. Die werkte hij uit voor Einstein. Die man was een rekenwonder. En ze hadden polemieken, ze hadden discussies over hoe het Nederlands onderwijs in elkaar zou moeten zijn. En ze hebben veel bijgedragen tot de gedachte achter het systeem van de HBS in Nederland. Hè? De hogere burgerschool. Het voorbereidend wetenschappelijk onderwijs. Hè? Hoe je moet klaarstomen om universitariën verder te gaan scholen. Daar zit een gedachte achter. En daar hebben ze jaren over gedaan in Europa. En wat is nu de relatie met Suriname? Wat heeft Nederland gedaan bij elke ontwikkeling van het onderwijs in Nederland, wat op een hoog niveau staat, internationaal bezien? Bij elke ontwikkeling in Nederland heeft men geëxperimenteerd in Suriname met het systeem. En zo is de leerplicht in Suriname eerder ingesteld dan in Nederland. Nederland heeft dat gewoon omdat in de kolonie kon, ze waren de baas daar. Die hebben gewoon van de een of andere dag gezegd, kinderen moeten naar school. Of het werd geëffectueerd, zo noemt men dat, hè, met die terminologie. Dat is dan tweede. En hoe het werd geëffectueerd en of iedereen daarvoor in aanmerking kwam, dat zijn andere zaken. Maar het systeem aan zich, ja, is uit het brein ontsproten van geleerde koppen in Nederland, waarvan Einstein en Lorenz een substantieel onderdeel vormden. Dat wil ik even aangeven, dat dingen niet voor niets plaatsvinden. Maar goed, ga ik nog eens een keer terugkomen om u aan te geven wat er in Suriname op onderwijsgebied heeft plaatsgehad en wat er drastisch veranderen moet. En u ziet, waarom noem ik dit? Want je ziet dat die huidige minister van onderwijs, die zich professor noemt, dat die eigenlijk geen kaas hebben gegeten van de ontwikkelingen binnen het Surinaams en het Nederlandse onderwijssysteem. Ze kennen de intrinsieke waarde ervan niet. Je ziet gewoon aan hun uitlatingen ook dat ze niet begrijpen hoe die dingen zijn ontstaan en waartoe ze hebben gediend. En wat er aan het veranderen is in de wereld. En waar wij ons onderwijs op moeten afstellen. Op die veranderingen natuurlijk. Maar goed, dan ga ik even die bocht maken naar Suriname. Internationaal heb ik een aantal dingen te weten. Ik heb door de snelheid waarin dingen zich hebben voltrokken, die buiten mijn macht liggen, zoals de dood van bepaalde prominente Surinamers, heb ik eigenlijk niet alles chronologisch kunnen volgen. En daarvoor bied ik mijn verontschuldigingen aan. Want ik wil zoveel dingen behandelen.
En mensen die trekken van alle kanten aan me. Want ze vinden ook interessant wat er feitelijk gebeurt in Suriname in de praktijk. Om daar een paar voorbeelden van te geven. Dat er een heleboel dingen aan plaatsvinden. Waar ik eigenlijk nog niet serieus op kan ingaan. Hoewel ze wel behoren tot de actualiteit. Omdat die dingen vergen zoveel tijd om ze uit te leggen. Dat je aan die belangrijke ontwikkelingen in de politiek, want daar gaat dit programma over, de ontwikkelingen in de Surinaamse politiek, dat je daaraan niet toekomt. En ik noem ik een voorbeeld, er heeft zich een bootram voltrokken in Suriname, aan de monding van de Nikeri, dus in de Nieuw-Nikeri, ja, aan de monding van de Corantijnrivier en de Nikeri-rivier. Dus waar die boot die naar Apura gaat, de overheidsboot, waar die een bocht moet maken, ja, in die monding, daar komen stromingen bij elkaar. De stroming van de Corantijnrivier. De Corantijnrivier die stroomt van zuid naar noord. Ja. En bij die monding bij Nikeri daar in het noorden. Botst die stroming tegen de oceaanstroming. Die van drie kanten komt. Een stroming die vanuit Guyana komt. Die kant. Vanuit de oceaan dus. Maar van de kant van Guyana. Dan heb je een stroming die loodrecht staat op de Corantijnstroming. Ja, die botst als het ware frontaal met het water dat uit Zuid-Suriname gepompt wordt naar de oceaan. Die frontale botsing vindt daar plaats. En het komt van de zijkant van het oosten uit. Komt er dus ook een oceaanstroming daar bij Nikeri, bij elkaar. En vandaar dat er in Nikeri veel merkwaardige zandbankvormingen plaats hebben, precies op die kruising. En ook het water turbulent is en er gevaarlijke zijstromen daar plaatsvinden. Dus, en men noemt het met een meer populistisch woord dat meerdere mensen begrijpen. Men noemt het de draaikolken. Vandaar die draaikolken die je dan hebt. Hè. Als het water in verschillende richtingen botst. En water is gewoon water. Dus je ziet met het blote oog een botsing niet. Van het water. Pas wanneer die heel heftig is, dan gaat die bruisen en zo. Maar vooral die botsingen onder de oppervlakte, die onderstromen, zijn levensgevaarlijk, want die trekken de vaartuigen naar beneden. Hè? Enzovoort, enzovoort. Dus er is een boot gezonken, er zaten zo'n iets meer dan 30 mensen in die boot. Die boot was te vol geladen en die zat vol met personen. En dat zijn voornamelijk Indianen die uit Apura komen, die dus voor hun dagelijks brood en voor hun bestaan op en neer moeten reizen tussen Nikeri, Nieuw-Nikeri in het noorden, en Apura in het zuiden. Het is een afstand van ongeveer 75 tot 100 kilometer. Moeten die Indianen, sommigen dagelijks, moeten ze dat afleggen. Het is een zwaar bestaan. Een aantal keren heb ik die vaart mee mogen maken. Ik heb een keer met de Indiaanse kapitein, en ik dacht dat hij is overleden, kapitein Lee heet hij. Hij is een hele populaire kapitein, een Indiaanse kapitein. Hij maakte zijn eigen boot, heel vernuftig. En ik heb dus met toeristen, die reis van kapitein Lee een aantal keren moeten meemaken. Daarom kan ik meepraten over deze ramp. Omdat ik weet, ik heb ook met angsten, heb ik in de ochtenduren, 3:00 AM, heb ik in die boot gezeten van kapitein Lee, om die bocht te maken van de Corantijn naar de Nikeri-rivier. Dus wat ik wil zeggen, is dat die kapitein nu, die van die boot, die zag die boot zinken, en heeft snel gehandeld, heeft hij die boot richting zandbank laten gaan. Hij dacht, weet je wat, in plaats dat we in die draai, als hij in die draaikolk was gebleven, dan ga ik u zeggen, was niemand had het overleefd. Want die stroming is zo sterk dat je niet kan zwemmen daar. De meest geoefende zwemmer wordt gewoon weggetrokken en dan raak je in paniek. En dat is het gevaar van draaikolken. Als je erin terechtkomt, dan ga je uit angst handelen en dan doe je pardoes de verkeerde handelingen. En dan ga je dood. Maar iedereen heeft het overleefd. Dus ik feliciteer eigenlijk in de rampsituatie de Nikerianen en de mensen uit Apura met het overleven
Iedereen heeft de ramp overleefd. Ja, en de distresscommissaris die was daar ook blij mee. Dat, ik heb die berichten gelezen van die distresscommissaris over die ramp. Dus kijk, dit is een belangrijke gebeurtenis. Maar ik ben er voor analyse. Ik ben er niet alleen voor de sensatie. Maar dan zou ik eigenlijk een heel programma nodig hebben om u deze ramp te analyseren. Want die gebeurt wel in één keer. Maar er is een aanloop tot dat momentum. Ja, dat, je ziet die ramp aankomen, mensen waarschuwen. Om een voorbeeld te geven, kapitein Lee, waar ik het over had, had zijn eigen boot gemaakt. En ik moet je zeggen, het was een fantastische boot. En ik heb die man geïnterviewd. Ik vroeg hem hoe hij van die kennis kwam om die boot te maken. Die man zegt, nou, look, oh, me got up some bottle. Dan me look van de man een make-up bottle. Dan me maakt hij de afstand. Heeft hij die boot gewoon nagemaakt. En ik moet u zeggen, er viel niets op af te dingen. Een fantastische boot, waarmee hij ook etterlijke keren op en neer naar Apora voer. Maar door jaloezie en door, ik zal weer het woord van professor Donner gebruiken. Door raaskallen van die Surinamers daar in die Keri. Die de baas zijn van Apura. Of althans, zo gedraagt die Keri zich ten opzichte van Apura. Men speelt, dat weten een heleboel Surinamers niet. Dat die Keri al een geschiedenis lang een soort baasje speelt over Apura. Omdat Apura in feite direct binnen hun invloedssfeer ligt. En Paramaribo verder weg is. De Nigerianen maakten vroeger, ik weet niet of het nu nog zo is, die maakten de mop en de grap tegen elkaar wanneer ze naar Paramaribo gingen, dat ze naar Suriname gaan. Dus ze zagen Paramaribo als Suriname en ze ervoeren Nikeri als buiten Suriname. En dat trouwens de hele westelijke zone, die rivier de Quarantijn, wordt als zodanig ervaren. Maar goed, dus dit heeft zich voltrokken, dus daar weet u dit ook. Maar als ik zo een aantal van die opzienbarende criminele gegevens in Suriname en rampen behandel, dan kom je niet meer tot andere feiten toe. Want dan ga je van de ene ramp naar de andere. En ik heb gesproken over die bootramp in Nikeri. Men is er met een sisser van afgekomen. Dus men is met een schrik vrij. Ja, er is niks. Niemand, no one man not did it. Man not did it. Maar het wordt nu geanalyseerd van wat de oorzaak is geweest. En daarvoor verwijs ik naar de actuele reportages van de Surinaamse media. Want daar zijn ze wel goed in. Om u van de hoed en de rand te vertellen van Samsa, zomaar afschuld en zomaar nog afschuld. Maar daar kom ik misschien een andere keer op. Maar ik moet u zeggen, het andere ding. Wat ik nog eventjes wil releveren, wat ik naar voren wil halen, doe ik eventjes nog, om voor de volledigheid, dat mijn gunst. Het is weer zo erg met die roven in Suriname, wordt geroofd bij het leven. En weet u, de slachtoffers zijn meestal, dat zijn of oudere mensen, toeristen zijn slachtoffer, de zieke mensen. Zwervers, die gaan vaak mij ontmoeten, dood langs de weg. Niemand weet hoe die zwerver is omgekomen. Zo gaan wij Surinamers vandaag de dag met elkaar om. Maar het deed. En dan moet ik zeggen, een vrij goede Surinamse journaliste, Gloria Botse, die heeft onlangs weer een schrijnend geval van een man die ze zijn gaan aantreffen ergens in een woning. Tussen zijn eigen rommel lag hij eigenlijk, als het ware. Hij lag te leven omdat hij nog niet gestorven was. Ik zou het literair zo willen formuleren. De man leefde nog omdat hij nog niet gestorven was. In zijn eigen rommel. En helemaal mager, zoals die skeletten van die Joden eruit zagen na de Tweede Wereldoorlog. Toen ze door Hitler werden gepeinigd, voordat ze naar die gaskamers gingen. Zo lag een Surinamer erbij in zijn eigen woning. En dan is Gloria Wekker, het type journalist, dat dan deze dingen voor de camera brengt en ze in de publiciteit gooit, is een goede bedoeling. Maar mijn kritiek is, en daarvoor ben ik, dat zij soms de plank misslaat wat betreft
de positie kiezen als journalist. En dat was nu weer het geval. Aan de ene kant wil je het leed laten zien van het slachtoffer dat je beoogt te helpen. Maar aan de andere kant ben je bezig in een gebied te filmen van privacy van een patiënt. Van iemand die er niks aan kan doen. Het zou maar uw vader zijn die daar zo voor de hele wereld wordt gefilmd. Dat hij daar ligt. Aan de ene kant zeg je, ja, maar ze willen die man helpen. Dat is zo. Maar het is precies het snijpunt van het toelaatbare. En daar begeeft ze zich vaak in. En ik herinner me nog een reportage die ze had gemaakt. Met alle goede bedoelingen. Maar dan hoor je er niks meer van. Maar ze had een Hindoestaans gezin. Had ze van de straat gehaald. En toen heeft ze het gezin heeft ze gezet in een residence in de stad Paramaribo. In een ultramodern hotel. Dus die mensen die hebben, die zijn als het ware vanuit de goot in het Walhalla beland. En wat bleek later dat die man een grote oplichter was. Maar omdat je, wanneer je focust op het leed van mensen en op de beeldvorming, want daar wil ik het over hebben. Het gaat om die beeldvorming die nou zo belangrijk is in de politiek. En dat betekent dat men nu weet dat door beelden te laten zien mensen zich beter kunnen voorstellen wat er aan de hand is. Maar dan laat men de zaak zoals het is. Men brengt het beeld even voor je aan je gruwelen. En daarna hoor je niks meer van de zaak. En dat is een aantal keren gebeurd met die reportages van Gloria Potsen. En dat is een hele bekende verslaggever uit Rotterdam. Die ook vaak heeft met Suriname, ik weet niet of ze in Suriname woont. Doet heel goed werk. Maar dan kan het soms ook goed misgaan. Omdat je moet dingen verifiëren, bestuderen, achtergronden nagaan, et cetera. En je botst dan ook tegen die niet werkende structuren in Suriname. Dat is nou eenmaal zo. En daar kan zij niks aan doen. Maar ik ben bezig een kritisch programma te behandelen. Goed, dus ik heb een voorbeeld gegeven van twee nieuwsfeiten die heel interessant zijn en schrijnend. De ene is een woordramp en de andere is een rampzalige situatie van een individuele Surinamer. En dan heb ik nog een laatste. Dat is een roof op een 29-jarige Nederlander in de stad. Ja, hebben ze die man beroofd. En die daders, het waren 6 Surinamers, hebben een jongeman van 29 aangevallen. En wanneer je hoort dat de buit is 500 SRD, ik moet zeggen, 500 SRD is 15 euro. 15 euro is ongeveer wat je tegenwoordig betaalt voor een portie eten. Hè? Bij een fatsoenlijk restaurant ben je gauw dat bedrag kwijt om te gaan eten. En dat hebben 6 rovers, die hebben dat buit gemaakt op een Nederlandse toerist. En dan zeg je bij mezelf, zo heb ze eens dan, joh. Zijn we een goed wezen of niet? Maar het komt erop neer, het is gebeurd. Gebeurd is gebeurd. En dan ga ik verder. Dus, nadat ik even een voorbeeld heb gegeven van dingen die aan de lopende band plaatsvinden in Suriname. En dan moet ik u eerlijk iets bekennen uit mijn privé situatie. Wanneer ik met mijn echtgenoot of mijn vrouw, of hoe je het wil noemen, of met mijn vrienden en vriendinnen een klein conclaaf zo onder het genot van een lekkere Surinaamse drank dingen aan het vertellen ben, dan word ik vaak tot de orde geroepen van Ludwig, praat een beetje positief. Dat zeggen vele Surinamers ook, hè? Ze willen positieve dingen. Ja, praat een beetje positief over Suriname. Want mijn vrouw zegt, wanneer ik zo praat, zegt mijn vrouw, die wil, Ludwig, ik kom de volgende keer niet mee met je naar Suriname. Wat erin klinkt niet zo leuk. Maar weet je wat het is? Ze hebben gelijk. Je wil dat het goed gaat met Suriname. Want Suriname is een mooi land. Er is heel veel te beleven in Suriname. Maar we verpesten het voor onszelf, doordat we zo onachtzaam met onze rijkdommen omgaan, zo weinig respect voor elkaar hebben. Want wanneer je een dode langs de weg laat liggen en niemand weet waardoor hij is gestorven, dan is het een zeer grote onverschilligheid ten opzichte van het leven. En ik moet u zeggen, wij zijn niet uniek. Ik heb in de literatuur, ben ik dit tegengekomen. Garcia Marquez heeft hierover geschreven in Colombia. Er werd zelfs in de literatuur gezegd
dat het leek alsof het leven in Colombia niet meer waard was. Het was de tijd van Escobar, waarin iedereen een wapen had en men op elkaar schoot. Een Mexicaanse schrijver, Octavio Paz, die schreef in een van zijn romans, die was er, de Mexicaan houdt van overdrijven. Hij schiet je door je hoofd met zijn wapen om je van je hoofdpijn af te helpen. Dus dat is een literaire uitdrukking, een literaire manier om aan te geven. Dat voor een wissel was je de Baitiri. Dus dan zie je dat er een schroef los is bij die mensen. En dat hebben heel wat Latijns-Amerikaanse schrijvers. Octavio Paz, die is een Mexicaanse schrijver. En ik heb het over García Márquez. Maar je hebt ze ook in Argentinië. Heb je Borges. Je hebt in Brazilië schrijvers als ik heb ook zo een heel leuk boek van een Braziliaanse schrijver gelezen over dit soort criminele dingen. En trouwens, ik heb ontzettend genoten van die boeken van Márquez, wanneer hij schrijft over die verlaten oude Colombiaanse steden, ja, die er als een ruïne bij liggen. En dan beschrijft hij die dingen die hij daar heeft meegemaakt. En dan zie je gewoon dat het leven bestaat uit een heleboel dingen tegelijk, hè. En Márquez heeft dat allemaal meegemaakt en overgeschreven. En ik zie dat eigenlijk Suriname niet veel daarvan verschilt. Aan de ene kant heb je de trieste ontwikkelingen. En aan de andere kant heb je de hoopvolle ontwikkelingen. En ik eindig met een schrijver, tenminste over dit onderwerp. Want ik heb nog wat berichten af te werken. Maar over dit onderwerp wil ik nog dit zeggen. Dat een Franse antropoloog, filosoof, hoe die man weer, hij heet Claude Lévi-Strauss. Claude Lévi-Strauss, die heeft een heel geruchtmakend en spraakmakend boek, moet ik zeggen. Niet geruchtmakend, maar spraakmakend boek over de Indianen, het lot van de Indianen in Zuid-Amerika. En dat boek heet Het Trieste der Tropen. Ik noem die titels, je kunt het opzoeken. Tegenwoordig kan je alles googlen en opzoeken. En dan kunt u gaan lezen erover. Dan ziet u dat de kommer en kwel, ja, dat is mijn stelling die ik in Suriname nu beleef. Aan de ene kant een trieste zaak is. Heel triest en jammerlijk en bijna gênant om over te praten. En moedeloos word je ervan. Het fut, je levensplezier. Wordt van je uit je weggezogen door die ontwikkelingen die je ziet in Suriname. Aan de andere kant zie je een betoverende natuur. En je ziet een stukje schoonheid van de natuur en van de mens ook, hoor. De Surinaamse mens is nog steeds, vooral die mensen die altijd heel primitief hebben geleefd, die zijn nog steeds eerlijk, treden zich tegemoet. En je ziet dat ze de nieuwe ontwikkelingen in de wereld niet aankunnen. Dat is wat ik analyseer voor u. Wanneer die nieuwe ontwikkelingen niet aan kunnen. Wanneer ze niet aan kan. Dus wanneer men die nieuwe ontwikkelingen niet aan kan. Dan kan men ze ook niet plaatsen. En dan kan men ze ook niet. Men kan ze niet stoppen als ze slecht zijn. En men kan ze niet bevorderen als ze goed zijn. En men kan ze niet van binnenuit ontwikkelen. Je kan niks. Alles draait om kennis. En daarom hamer ik op de geletterdheid van de Surinamer. We zullen met z'n allen het onderwijs in Suriname moeten aanpakken. Lees over de wereld. Interpreteer de wereld. Praat met elkaar over onze situatie. Luister naar elkaar. En ontwikkel jouw kennis van binnenuit. Door zoveel mogelijk te lezen. Boekenkennis tot je te nemen. Want tegenwoordig denkt men dat als men naar TikTok kijkt. Dat je daar ook behoorlijk wat weet. Maar ik ga u zeggen, die onderzoeken moeten nog komen. U gaat zien hoe ontwikkelingen in de media, zoals bijvoorbeeld TikTok, aan de ene kant een behoorlijke hulp zijn geweest voor kennisvergaring, maar aan de andere kant heel wat stagnatie hebben veroorzaakt in de kennisvergaring van de mens. En in Suriname zijn we er extra slachtoffer van.
Ik ga nu naar het einde afstevenen van wat ik had willen zeggen deze keer. En ik wil erop wijzen dat ik ik ga het weer hebben over de etniciteit, die huidige regering. En ik ga telkens in het nieuws bepaalde onderwerpen gaan uitdiepen. Maar het kenmerk van bijna alles wat zich voltrekt in Suriname op dit moment is de roekeloze manier waarop een kleine groep Hindustanen, die nou aan de macht zijn in Suriname, de roekeloze manier waarmee men omgaat met de macht. En hoe men oneerlijk zichzelf aan het verrijken is in Suriname. Op een oneerlijke manier. En weet u wat er aan de hand is? Dus ik geef nou een macrovisie. Van wat ik heb bevonden. Als ik zo kijk naar die laatste ontwikkelingen, dan zie ik dat alles is olie en gas, ja, maar die inconsistenties zijn dat wij, we hebben heel veel meer bereikt in de olie dan onze Guyanese, maar onze president zeggen, hij gaat zich richten op Guyana. En dan lees ik zie ook filmpjes van de Guyanese die heel boos zijn op Irfan Ali. En dat zijn Hindoestaanse Guyanese hoor. Die kritiek leveren op de Guyanese president. Dat die naar Suriname moet kijken. Dat die veel meer winst halen uit die olie voor hun volk. Dan die Guyanese, die geven bijna alles gratis weg. Dus dat is de onderlinge strijd die er is. Dus, en je ziet dingen gebeuren. En dat had ik willen zeggen toen ik sprak over die Nigeriaanse ramp. Die bootramp die zich nu voltrokken heeft aan de monding van de Corantijnrivier. Aan de ene kant is het nog steeds zo dat de Indianen in Apura, die worden onderdrukt door het bestuur van Ikeri en beroofd en benadeeld. En ik moet u zeggen, Nigerianen sluipen het gebied van Bakhuis binnen en hebben al heel wat terreinen tot zich genomen. En ze kunnen niet eens die verbinding tussen Apura en Nikeri goed ordenen, zodat en opdat de Indianen goed onderwijs krijgen. Dat is allemaal niet geregeld in die regio. En men wil een brug, men zit te emmeren. Ik wou bijna oneerbiedig zeggen, als men zit te hoeren over een brug. Terwijl de Surinaamse bevolking daar, waar die brug zou moeten worden aangelegd, veromkomt van honger. En ik heb een boek geschreven over die situatie. En het boek heet Jana, Overleven door Indiaanse geestkracht. Een boek van een paar 300 of 400 bladzijden. En ik moet u zeggen, één ding haal ik even eruit snel. En dat is dat een eigenaar van winkel in Washabo, ik vroeg die man waarom hij die winkel houdt. Die man zegt, ja, hij heeft een liefje. Hij heeft een schatje gevonden. Hij heeft een schatje gevonden in Awajabo. Wat ik moet zeggen. Akkoord heeft een boek geschreven over Oriala. Daar horen de mooiste Indiaanse vrouwen. Dus er is altijd ook een rivaliteit tussen Awajabo en Oriala. Maar een Guyanese kapitein heeft een tijdje lang, heeft hij een winkel gerund in Washabo, of die winkel er nog staat. En het was toen de tijd, was het onder het regime van de toenmalige kapitein McIntosh, Ricardo. Een zeer intelligente, technisch bekwame pupil van de Nathan Universiteit in Paramaribo, dus een kleine jongen. En wat zegt die? Wat zegt die eigenaar van die winkel, die Guyanese eigenaar? Ik was daar aan het logeren bij een paar Indiaanse families. En dan zegt die, dus toen ik die winkel-eigenaar vroeg wat hij kwam doen daar, hoe hij het doet in Washabo, zei die man eigenlijk, ja, amineseer voor u, maar met mijn tang. En toen legde die man me dit uit. Die man zegt, luister nou, hij heeft ontdekt, op een gegeven moment kwam een arme familie uit Washabo kwam iets kopen in zo'n winkel om te koken, om te gaan koken, om te eten. En toen hebben ze op het eind gezegd,
toen ze die boodschappen naar huis wilden meenemen, ja, dat ze niet kunnen betalen. Maar dan iemand zegt, ja, maar waarom kom je winkelen in mijn winkel? Je naam moet niet, maar je kan sprokkelen. Dus die man zegt, ik moet pijn. Toen heeft die man gezegd, maar meneer, Matthij, ik moet ook pijn. Toen heeft die man dit bedacht. Hij heeft gezegd, luister, van je kies je money à la wiki, à la mong. En toen heeft die vrouw gezegd, de vrouw des huizes, zei, luister, ik kies wat je, nou heb je een pensioen, zo, ik kies je. Dan moeten die Indianen, dan ga ik u nou dit vertellen. Die Indianen moeten dat pensioen gaan halen in die Keri. Ja, moeten ze het eigen op eigen kosten die boot pakken. En want ik wil het hebben over die ramp die zich nu heeft voltrokken daar. Dat je die dingen ziet aankomen. En dan moeten die Indianen met de boot moeten ze naar die Keri. Een of andere lousie uitkering gaan halen. Moeten ze met de boot weer terug. En weet u wie ook met de boot moeten gaan? Alle landbouwers die iets hebben geproduceerd in Apura. Ze hebben een cassave oogst of ze hebben groenten geoogst. Die gaan dan met een volle lading naar de markt in Ikeri om die spullen te verkopen. En dan wachten die in de stanen dat Tewoyo Yagi zeggen wat op het einde van de markt. Ja, dat die Indiaan niks heeft verkocht. En dan kopen ze die hele partij van die Indiaan voor een paar tientjes over. Voor een habbekrats. En dan moet die Indiaan met heel weinig geld weer terug. En toen heeft die man dit op. Dus dat vertelde ik die eigenaar van die winkel aan me, hoor. En die man zegt, is afsami tegen dit, man. Loeken nog. Dan hij zegt, luister, ik kan kom bij. Dan men schrijven op een papier. Men hoort een papier uit jou. Dan telkens tegen je bij. Dat je ziet totaal. En dan, de einde van mon, dat je Jimmy je ID. Dan men go take you pensioen. Men go take a money in Nikeri. Dan hoeven jullie niet allemaal één voor één met zoveel onkosten, met een overheidsboot die om de haverklap lek is en defect is, hoeven jullie die reis niet te ondergaan. Toen ging die winkelier, ging elke maand met tientallen ID-kaarten, ging hij de salarissen halen van AOW tot allerlei andere uitkeringen en financiële zaken in die keren. Die man deed al hun financiën voor hun. En die man zegt, dus dat het trieste wat hij me vertelt, op de terugweg elke maand ziet hij dat een heleboel Indianen nog een rekening hebben voor die volgende maand. Want dat hele bedrag wat ze hebben gekocht bij hem, moet hij aftrekken van die kleine uitkering die hij is gehaald daar in die Keri. En hij zei, zo ging hij op en neer. En zo kwamen die Indianen maar niet vooruit. Hij zegt, luister, toen hij dat zag, heeft hij besloten, omdat hij een vriendinnetje had daar in Wasabo, om daar maar te blijven, om zich in te zetten voor die bevolking. En dan weet u, wanneer ik dit soort verhalen uit de mond opteken van die mensen zelf, dan word ik wit heet wanneer ik die Hindustanen van de VAP hoor praten over ontwikkelingen, oil en gas die gaan komen, en dat ze die brug moeten aanleggen, en dat ze met hun Guyanese vrienden. En praten ze over. Ze willen alles van Suriname naar Guyana brengen. En in Guyana klaagt men over die regering. Dat die geld over de balk gooit. En die bevolking verkoopt voor een kwartje. Voor een bordje linzensoep, zeggen we in het Nederlands. En dat is nu aan de hand in die oliesector. Waarbij de regering Santoki die oliebelangen van Suriname allang aan die grote multinationals heeft verkocht. Ja, dat ze zelf in Guyana ruzie maken erover waarom Guyana dat ook niet kan doen. Want ze denken dat Suriname daardoor meer geld uit die oliesector krijgt dan Guyana. Maar goed, maar het komt erop neer. Terwijl in Suriname zelf de meest eenvoudige dingen niet geregeld zijn. De Koreanen worden belazerd. Ik heb al in mijn programma's heel vaak erop gewezen dat die Koreanen eigenlijk worden Nigeria is aan het uitbreiden richting Koroni. Ze nemen lappengrond van die Koreanen in beslag. Santoki is een toerismecentrum gaan openen voor die Koreanen. Men houdt ze met allerlei dingen voor een gek. En dan komt de president. Santoki komt in het nieuws in Suriname op het 8 uur journaal met een hakkelende nieuwslezeres. Komt allerlei dingen vertellen. Terwijl we worden belazerd waar we erbij staan. En weet u hiervan alles weten? De VVD
en de partij van Wilders in Nederland weten er alles van, want die houden Santokki de hand boven het hoofd. Want wat er gebeurt is het volgende. Men doet coulant tegenover de huidige regeerders, omdat men ervan uitgaat dat zij Bouterse hebben verwijderd uit het machtscentrum, wat ook het geval is, wat die NDP'ers maar niet willen geloven, dat Bouterse zijn tijd voorbij is. En die Nederlanders die zeggen, het interesseert ze niet wat en hoe, maar ze ondersteunen Santokki om dat zo te houden, dat Bouterse niet terugkomt en dat is een goede zaak. Maar nu zeg ik, dus dat betekent dat, wat is die ruil die dan plaatsvindt? Door Santokki te pamperen, gaat Nederland bij die supranationale lichamen zoals IMF en de Wereldbank een goed woordje doen voor Suriname. Daar komt het op neer. En is IMF lovend over Santokki, zogenaamd, dat vertellen ze aan de Surinaamse bevolking, dat hij het goed doet. En in ruil daarvoor geeft Santokki de olie weg aan de internationale multinationals in ruil voor het gedogen van de VAP in het machtscentrum van Suriname. En ik eindig met het laatste ding eventjes zeggen waar ik me vreselijk om erger. Ik ben me gaan oriënteren in de Para-regio en ik heb gezien dat het proces al heel erg gevorderd is. Er hebben al 6.000 mensen, meer dan 6.000, gebruik gemaakt van de nieuwe grondconversiewet. En dat is een wet waarbij op een makkelijke manier de Hindoestaanse machtselite de grond van Suriname die ze politiek verkrijgen, erfpacht en allerlei andere eigendomsvormen, en die kunnen ze omzetten in gewone eigendom. En wanneer ze hebben het opgezet in eigendom, ja, kunnen ze verkavelingsprojecten aanleggen. En wat zijn de cijfers? Dat meer dan de helft van de conversieregel die nu is toegepast, is gedaan in het voordeel van de Hindoestaanse bevolkingsgroep. Hindoestanen die grondconversie hebben toegepast al, die nauwelijks een paar maanden van kracht is. En een heleboel Creoolse plantages zijn al lappen grond kwijt. En weet u wat ik het ergste vind? Bij die grondconversie zijn het stichtingen en NV's die lappen grond, honderden hectare, krijgen ze in eigendom. Ja, omdat en wij zitten erbij en al die parlementariërs komen met Armani-pakken, komen ze daar vechten en ruzie maken in het parlement, terwijl het land verkocht wordt, kapot gemaakt wordt, er niet omgekeken wordt naar de arme Surinamer en dan doet men geleerd naar het buitenland toe. En onze president is permanent op reis, omdat hij aanwezig moet zijn als wereldleider. Moet hij elders, ik weet niet wat hij moet gaan doen, maar hij vindt het belangrijk. Dit is het voor deze keer, zie ik, want de tijd is snel gegaan. Ik ga natuurlijk in de diepte, want er staan al heel lang punten die ik wil behandelen. En ik geef even een voorbeeld, dat u kan zien dat ze heel reëel zijn. Ik wil het hebben over de Surinaamse literatuur. Want de Frankfurter Boegmesse is voorbij. En die heeft plaats gehad tussen 16 en 20 oktober. Ja. En Suriname is nooit aanwezig op die beurs. Ik heb erover geklaagd en gehuild. En daar zie je onze achterstand in kennis en ontwikkeling. Onze achterstand in wetenschap. En dat kan je aflezen uit de afwezigheid van ons op hele belangrijke internationale beurzen. Maar Santokki reist maar de wereld rond. Hij vindt dat hij hier overal moet zijn. Maar waar hij moet zijn, is hij niet. En ik wou het ook hebben over George Jazz Café, heb ik de vorige keer al gezegd. En een aantal prominente Surinamers. En ik eindig met aandacht te besteden aan het 100-jarige overlijden van André Kamperveen. Een belangrijke Surinamer die op verschillende gebieden actief was. En ik ga het zeker de volgende keer er dieper op in. André Kamperveen. En het voetbalstadion van Suriname is genoemd naar deze Surinamer die vanaf op 11-jarige leeftijd is begonnen te voetballen. En een gigant is geworden in de voetbalwereld. Men heeft het stadion van Suriname naar André Kamperveen genoemd. En India heeft al bij de aanvang van de regeertermijn van Santokki
een bedrag van miljoenen toegezegd aan Suriname voor het herbouwen van het André Kamperveen Stadion. Ja, en dat geld is geïncasseerd door de regering Santokie. En ik wil weten wat met dat geld is gebeurd, want er is niks veranderd nog aan het stadion. In plaats dat men een mooi ontwikkelingsplan maakt voor de cultuurtuin met het geld. Want het geld is toegezegd door India en moet natuurlijk ook terugbetaald worden. Ik kom de volgende keer hierop terug. Dit was Ludwig van Mulier voor Radio Tamara. Ik dank u voor uw aandacht en ik zou zeggen tot de volgende keer. Odi, odi.